Helemaal welkom bij mijn kanaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb voor jullie vandaag nog eens een tagfilmpje. Tags die worden meestal gedaan door iemand en dan word je zelf aangeduid om die tag te doen. Nu, ik ben door niemand aangeduid geweest, maar ik dacht, ik wil die tag wel zelf eens doen, aangezien het me wel een heel interessante leek. En het gaat over de onpopulaire mening over make-up producten en merken. Ik heb hier mijn laptop trouwens staan, dus daarmee dat ik naar hier kijk. Ik heb deze gezien bij Tati, Glamlife Guru, op YouTube. En ik vond het wel een heel interessante tijd om te doen. Het gaat eigenlijk over, ja, zoals de titel het al zegt, onpopulaire mening over make-up producten. Welke producten werkten voor jou niet? Welk merk werkte voor jou niet? Dus we gaan dat allemaal coveren vandaag. Dus laten we snel beginnen. De allereerste vraag is het populaire make-up product of merk waar je niet van houdt. Daar heb ik eigenlijk lang over moeten nadenken. Want van hele populaire merken, ja, daar hou ik wel van. Maar deze is misschien wel heel controvers dat ik ga zeggen, maar het Naked 2 palet. Ik heb het zelf niet in mijn bezit. Ik heb alleen het Naked 3 en Naked Heat. Dus dat zijn de enige Naked paletten van Urban Decay dat ik heb. En het Naked 2 sprak me eigenlijk van in het begin al zo niet aan. Naked 1, dat was het eerste palet. Iedereen was daar zot van. En er waren ook heel mooie basic kleuren. Dus daar heb ik ook wel over nagedacht om dat te kopen. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar het Naked 2, dat kwam denk ik ook wel redelijk snel na het Naked 1. En daar had ik zoiets van, ja, ik heb die kleuren al in een andere palet zitten. Ik heb het niet direct nodig. En iedereen was daar inderdaad ook zo zot van. En terug een Naked palet. En we zijn ondertussen al verschillende Naked paletten verder. Maar ja, het Naked 2 was zoiets van, dat ga ik even laten voor wat het is. Dan de tweede vraag, is het een onpopulaire product of merk waar je wel van houdt? En dat is het Elf Naturelle palet. Ik ben het er even snel gaan bijhalen. Dat is dit palet. Ja, het Ice Lips Face. Ja, ik noem het Naturelle palet. 32 oogschaduw palet, denk ik dat het noemt. Dat van mij, dat valt al bijna helemaal uit elkaar. Maar dit is eigenlijk een palet waar ik nog niet veel over gelezen of gehoord heb. En eigenlijk de pigmentatie is best oké. Jullie weten, Elf is een heel budgetproof merk. Heel veel aan 1 euro of 2 euro. Dus dan kan je je al afvragen van hoe goed dat eigenlijk de kwaliteit is. En ja, hier stond ik eigenlijk echt wel van versteld. Het is een palet waar je ook heel veel verschillende kleuren mee hebt. Mat, je hebt met glittertjes, wel met shimmering, niet echte glitters. Je hebt highlighters, je hebt kleuren om mee uit te blenden, je hebt hele donkere kleuren. Dus je hebt eigenlijk alles wat je nodig moet hebben. En qua kwaliteit valt dat echt best mee. Dus dat is zo'n product, ja, waar ik eigenlijk heel weinig van hoor. Ik heb ook gezien dat ze daar een roze versie van hadden. Dat sprak mij niet meteen aan. Daar heb ik wel een paar reviews van gelezen. En dat viel eigenlijk wel tegen. Want dit palet, ja, ik ben er wel, ik zeg het, ik heb het al een tijdje. En het is ook zo wel eentje die standaard mee op reis gaat. Omdat het heel gemakkelijk is om mee op reis te nemen. Je hebt alles wat je moet hebben. Dus dat is zo wel een product waar ik van verbaasd was dat hier niet meer over te lezen was. Dan de derde vraag is make-up samenwerkingen waar je niet van hield of niet geïnteresseerd in was. En eigenlijk is dat alles. Het is niet zo als er een bekende YouTuber met een merk gaat samenwerken dat ik meteen naar de winkel loop en dat ik het product moet hebben. Het enige product waar ik zo wel een beetje in geïnteresseerd in was en waar ik een miniatuur van heb gekocht is Champagne Pop van Jaclyn Hill samen met Becca. Daar heb ik wel een miniatuurversie van gekocht. Daar vond ik het ook veel te duur om de full size van te kopen voor wat het eigenlijk was. Maar voor de rest, ja, Jaclyn Hill bijvoorbeeld met Morphe, heel er paletten uitgebracht. James Charles heeft er nu uitgebracht. Patrick Star heeft met MAC een collectie uitgebracht. En eigenlijk, ja, het interesseerde mij niet echt. Ik weet dat dat heel fijn is om als YouTuber zo'n erkenning te krijgen om met een merk te mogen samenwerken. Zeker als het een groter merk is. Maar ja, het is niet dat ik daarom direct naar de winkel ren om het product te kopen. Een populaire make-up stap die je nooit doet. Daar kan ik eigenlijk kort in zijn. Baking. Dat is echt iets wat ik nooit doe. Ik heb daar ook geen tijd voor. Zeker niet met make-up voor alle dag. Baking, ik doe dat gewoon echt niet. Ook niet als ik eens na een avondje uitga. Het lijkt me een hele goede techniek weliswaar. Maar om het zelf toe te passen, nee. Ik heb het nog nooit gedaan. Zoals ik al zei, ik heb er de tijd niet voor. Ik heb er het geduld niet voor.
Dus die stap sla ik eigenlijk gewoon echt over. Populaire make-up influencer waar je niet op geabonneerd bent. Ik ben eigenlijk op veel influencers niet geabonneerd. En dat is, heeft geen specifieke reden. Ik volg mensen die mij inspireren, die mij iets kunnen bijleren. En niet zozeer omdat ze veel volgers hebben, omdat iedereen ze volgt. Daarvoor volg ik niet per se iemand. Maar ja, ik heb ook heel veel influencers gevolgd. Vooral make-up YouTubers gevolgd. Die na een tijdje gewoon geen interessante content meer brachten. Voor mijn interesses dan tenminste. Die dat ik ontvolgd heb. Ik ga hier ook geen namen noemen. Want op zich, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Zoals ik al zei, een influencer moet voor mij hele leuke content brengen. Content waar ik in geïnteresseerd ben. Die mij inspiratie geeft om zelf aan de slag te gaan. En ja, daar horen sommige meer bekendere influencers niet bij. Populair make-up product of merk dat je niet meer steunt. Niet meer steunt versus niet meer koopt, dat is MAC. Ik heb heel lang, maar ook echt heel lang, MAC gekocht. Ik spaarde echt al mijn geld op om eens in zoveel tijd naar Antwerpen te gaan, om naar de MAC-winkel te gaan en echt all out te gaan met producten waar ik echt een verlanglijstje van had, want ik maakte echt mijn verlanglijstje op. Maar dat zit er zo nu niet meer in. MAC was vroeger het van het. Je zag dat ook overal op YouTube verschijnen. MAC was het merk als je bezig was met make-up. Een iets duurder merk als kruidvatmerken, maar ook iets goedkoper dan bijvoorbeeld Estée Lauder, Dior, Chanel, zo van die dingen. Maar nu hebben we tegenwoordig zoveel merken die we online kunnen krijgen die even goed of zelfs beter zijn dan MAC. Ik moet echt eventjes denken wanneer ik mijn laatste MAC product gekocht heb en het zit zelfs zo ver dat ik het mij niet meer herinner. Dus ja, ik denk dat dat wel genoeg zegt. Ik bedoel, ik gebruik de producten van MAC nog altijd. Ik bedoel, ik heb wel redelijk wat van MAC liggen. Van blushes, van oogschaduws. Ik bedoel, ik ga dat ook niet direct allemaal wegsmijten. Maar ja, het zet me. Het is niet zo. Vroeger, als er een nieuwe collectie uitkwam, vooral met mineralized skin finishes die ik heel mooi vond en die limited edition waren. Ik plande echt een tripje naar Antwerpen om naar de MAC winkel te gaan. Ik wou specifiek de collecties bekijken. En dat heb ik nu zo niet meer. Ik heb ook al zoveel. Vroeger had ik dat dan niet. Ik heb ook al zoveel verschillende make-up producten. Ik hoef niet direct alle collecties te gaan bekijken en heel de collectie te kopen. Dat is niet meer het geval. Make-up trend die je niet wilt proberen. Ik heb denk ik nogal eens gezegd in een video, clown contouring. Dat is een tijd heel mooi geweest. En het heeft mij nooit echt geïnspireerd om het zelf te doen. Het is ongelooflijk veel werk. Ik denk het resultaat op zich, dat wel heel mooi kan zijn. Het is niet zo dat ik denk van oké, dat gaan we direct proberen. Ik denk ook vooral dat het een heel een masker effect geeft. Heel cakey dat het eruit gaat zien. En daar ben ik zo niet voor die trend. Dus clown contouring, nee, dat is voor mij passé. Een make-up product dat in theorie goed zou werken, maar de praktijk anders was. Ja, daar kan ik ook heel kort over zijn. Foundations die claimen om mat te blijven. Ik heb een nogal gemengde tot vette huid. Vooral mijn T-zone wordt, dus dat is mijn voorhoofd, mijn neus en mijn kin, wordt heel snel vet. Terwijl mijn wangen redelijk droog zijn. Dus ik heb wel graag foundations die mij mat houden gedurende de dag. Ik heb tijdens het werk geen tijd om mijn make-up bij te werken. Om wat extra poeder aan te brengen, dan niet. Dus ik zou wel graag een foundation willen dat 8 uur mijn huid gewoon perfect houdt. En dat is niet het geval. Ook al claimen ze om mat te blijven 24 uur, 25 uur, hoeveel uur het ook mag zijn. Ja, die make-up producten, die werken soms niet helemaal. Ik heb er nu wel een paar door heel lang uit te proberen. Heb ik nu wel een paar foundations waarvan ik denk, ja oké, die kan ik gebruiken. Die claimen om mat te blijven. Ook tegen het einde van de dag, ja, glans ik wel een beetje. En is het meeste van mijn make-up er ook gewoon af. Lijk ik niet meer zo vers als in als 's morgens. Maar ja, die foundations gebruik ik dan wel en ik probeer ook heel graag nieuwe foundations uit. Zeker als er een paar uitkomen die echt claimen om mat te blijven, dan wil ik dat echt wel proberen, want wie weet zit daar een nieuwe holy grail tussen. Maar echt een hele goede foundation die mij mat zou houden, die moet ik echt nog vinden. En dan de laatste vraag, swatcht of werkt beter bij anderen dan bij jezelf?
Dat zijn de paintpots van MAC. Ook al heel toevallig weer een MAC-product paintpots. Jullie kennen ze wel. Dat zijn die kleine potjes met eigenlijk een soort oogschaduwbasis. Het is een soort crème die je eerst op je ogen aanbrengt en dan je oogschaduw daarover aanbrengt, zodat de kleur sterker wordt. Nu, ik was een hele grote fan van MAC paintpots, want heel veel YouTubers die zweerden er echt bij van dat dat een van de beste basissen was om onder je oogschaduw aan te brengen. Dus natuurlijk, beïnvloed tot en met ging naar de MAC-winkel en kocht die 3 paintpots en uiteindelijk creased ze zo hard. Met creased bedoel ik dus dat het in de lijntjes gaat zitten. Ook mijn oogleden worden dus enorm vettig, dus ik heb echt wel een hele goede oogschaduwbasis nodig om mijn oogmake-up gedurende een dag heel mooi te halen, dat het niet in de lijntjes gaat zitten. Dat vind ik dus niet mooi en aangezien dat MAC paintpots een crème is, een soort crème, dat zich gaat mengen met vet op mijn oogleden, dat was gewoon één ramp, één catastrofe. Dan mocht ik 's morgens nog heel lang aan een hele mooie make-up look zitten. Tegen de middag zag je er eigenlijk al niks meer van. Dat is heel jammer. Na een tijdje heb ik die gewoon in mijn make-up kit gestoken. Als ik andere mensen opmaak, dan gebruik ik die nog, maar voor mezelf gebruik ik die niet meer. Als je deze video leuk vindt, geef het dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer terug. Ciao. Voor een beetje te kalmeren. Dus ik dacht, van deze heb ik ook het meeste meegebracht. Dus daarom dat ik er dus ook nog een beetje over heb.